Hey Karius, we gaan beginnen met les 5 van blok 5, bladzijde 12 en bladzijde 13 van je rekenwerkboek. Deze twee bladzijden ga je vandaag helemaal zelfstandig maken, dus zonder hulp van papa of mama. En waarom? Omdat ik wil zien of jij hebt onthouden wat wij de afgelopen periode allemaal hebben geleerd. Nou, wat hebben wij geleerd? We hebben geleerd om getallen tot en met 50 in de juiste volgorde te zetten. En we hebben geleerd om de getallen tot en met 50 op de kaartjesgetallenlijn te plaatsen. Natuurlijk hebben we ook gerekend met het rekenrek. En we hebben geleerd hoeveelheden tot en met 20 op te zetten en af te lezen op een rekenrek. En vandaag mag je aan mij laten zien of jij dit hebt begrepen en of dat jij alles hebt onthouden. Nou, ik wil dat je je rekenwerkboek pakt en een potloodje, want som 1 gaan we zo meteen samen doen. Waar hoort het getal? Ga ik te snel, zet het filmpje dan op pauze en zet hem weer aan als je de som hebt gemaakt. Want, wat gaat de juf doen? Ik ga zo meteen een cijfertje opnoemen en ik wil dat jij het cijfertje op de juiste plek gaat invullen. Deze getallenlijn begint bij het kaartje 29. Ik wil dat jij voor mij op zoek gaat, want we gaan doortellen, naar het plekje waar 32 ingevuld moet worden. Waar vind je het kaartje van 32 hier in het rijtje? Zet het getal op de juiste plek. Aan het einde van deze getallenlijn zien we het cijfertje 43. We moeten dus terug gaan tellen. Ga voor mij op zoek naar het kaartje van 39 en vul het cijfertje in. 39. Deze getallenlijn begint bij 47. Ik wil dat je verder gaat tellen en dat je op zoek gaat naar de juiste plek van 50. Schrijf op, waar hoort het cijfertje 50? Deze eindigt bij het cijfertje 40. We moeten dus terug gaan tellen. Ik wil dat jij voor mij het cijfertje 36 op de juiste plek gaat zetten. Waar hoort 36? Goed, heb je dit gedaan? Gaan we beginnen met som 2. Wat gaan we doen? Van klein naar groot. Ik heb hier 4 kaartjes, maar die staan niet in de juiste volgorde. Ik wil dat je op zoek gaat naar het kleinste getal. Je vindt het kleinste getal door eerst naar de tientallen te kijken. Dus welk tiental vooraan is het kleinst? Als je goed hebt gekeken, dan zul je zien dat dit getal met een 2 begint, de 2 van 20. En dit getal begint ook met de 2 van 20. Dit zijn de laagste tientallen, maar die zijn allebei hetzelfde. Toch is één getalletje kleiner dan het andere. Dat kunnen we zien aan de kleintjes aan de achterkant. Hier staan er nog 3 en daar staan er 8. Jij gaat kijken wat het kleinste getal is en die schrijf je op. Zo mag je op zoek gaan naar de rest invullen. Dat doe je ook met deze kaartjes. Zet ze van klein naar groot. Som 3. Ik heb hier allemaal cijfertjes. En ik wil dat jij zo meteen gaat beginnen bij het getal 20 en dat je streepjes gaat zetten. We beginnen bij 20. Wat komt er na 20? Doortellen. 21. Goed zo. Na 21 komt 22. Kijk, die staat eronder. Na 22 komt? Goed zo. Ik wil dat jij op zoek gaat naar het volgende getalletje en dat je lijntjes gaat trekken. Let op, aan het einde moeten we hier het doolhof weer uitkomen bij het getalletje 42. Heb je deze bladzijde gemaakt? Dan wil ik dat je de bladzijde gaat beoordelen. Ging het goed? Cirkeltje hierom. Ging het gemiddeld? Cirkeltje daarom. Ging het niet zo goed? Vond je het ontzettend moeilijk? Dan zet je daar een cirkel omheen. Volgende som, bovenaan. Hoeveel? Ik wil dat je dit bedrag zometeen bij elkaar op gaat tellen en opschrijft hoeveel het samen is. Dat doen we ook met dit bedrag en ook met dat bedrag. Som 2. Wat hoort bij elkaar? Ik wil dat je zo meteen gaat tellen hoeveel vingers we hier zien. Let op 2 volle handjes hè? En nog een paar losse vingers. Tellen en jij gaat op zoek naar het rekenrekje waar je evenveel vingers ziet. Alleen zien we ze hier in kraaltjes. Waar je beide dezelfde getallen ziet staan, daartussen trek je een lijntje. Som 3, hoeveel? Ik heb hier allemaal rekenrekjes. Ik wil dat jij de kraaltjes aan de linkerkant bij elkaar op gaat tellen en het antwoord opschrijft. Dat doe je zo meteen ook met de rest van deze hokjes. Heb je dat gedaan? Wil ik dat je de bladzijde gaat beoordelen? Duimpje omhoog. Ging het goed? Gemiddeld? Niet zo goed. Zet hem op vandaag.